Alle jonge voetbaltalenten verzamelden zich donderdagmiddag in de Rijnhal. Deze dag werd georganiseerd door Jeugdland, Vitesse, Sportbedrijf Arnhem en de KNVB. Wij gingen kijken of we het nieuwe talent van Arnhem alvast konden vinden. Wat vinden jullie van vandaag? No! Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go! Bedoeling eigenlijk van vandaag? Vandaag hebben we een hele leuke activiteit voor de kinderen. Aan de randen staan verschillende bedrijven en vrijwilligerscentra met leuke activiteiten, knutseldingetjes voor de kinderen. En in het midden worden voetbalwedstrijdjes gespeeld, een hele pool uitgelegd daarvoor. En de winnaar die krijgt een leuke prijs. En zo kunnen kinderen leuk tijdverdrijf hebben. Wat is de bijdrage van Jeugdland zelf hier? Jeugdland organiseert het hele gebeuren, samen met Sportbedrijf Arnhem. Dus die zetten alles op en die zorgen dat er sponsors zijn en alles. En dat het überhaupt mogelijk gemaakt kan worden. Mogen we al weten wat de kinderen kunnen winnen? Alle teams krijgen sowieso een voetbal. Maar wat de hoofdprijs is voor de winnaar, dat weet ik zelfs nog niet. Dus dat blijft nog spannend. Hebben jullie al een wedstrijd gespeeld? Ja. Hebben jullie al gewonnen? Nee. Hoeveel wedstrijden moeten jullie nog? Twee. Gaan jullie wel winnen? Ja. Hopelijk. Vinden jullie het leuk dat ze dit georganiseerd hebben? Ja. Hebben jullie al gespeeld vandaag? We hebben twee keer gespeeld. Hebben jullie gewonnen? Ja, allebei. Ja. Beide wedstrijden? Eentje met 16-1, eentje met 11-3. Zijn jullie zo goed? Ja, we gaan eerste worden sowieso. Sowieso eerste worden, ja? Ja. Bent u naar de wedstrijden komen kijken? Ja, ik was geprikkeld, want er stond een advertentie in de krant. Ik denk, ga eens even kijken. Speelt er ook iemand uit uw familie mee hier? Ja, mijn kleinzoon. En hoe doet hij het? Tot heel fantastisch. Heeft hij al gewonnen, zijn team? Heeft één wedstrijdje gewonnen. En ik kom ook even kijken of hij zich ontwikkelt voor Vitesse. Want u wil dat hij bij Vitesse gaat spelen? Ja, dat hopen wij als familie zijn. Ja. Ja, ik wil even iedereen bedanken die dit heeft mogelijk gemaakt. Ik wil Jeugdland bedanken. Ik wil ESA bedanken. En Hypotheekshop. En deze. En verder wil ik RTV Arnhem veel succes wensen en hopen dat er nog veel successen komen voor.